zegt. Zeker. Maar er zijn ook andere meerderheden nog in de Kamer te vormen. U heeft nog hoop dat die spreidingswet er komt. Nou, ik ga er nog altijd van uit dat uiteindelijk als de keuze is van helemaal niks doen of iets doen waar ik niet super enthousiast over ben, dat je dan toch nog dat pakt. Ik bedoel, dat is verantwoordelijkheid nemen. Dat moet ik elke dag. Ik dacht u dat ik hier alleen maar vrolijke vierdaagsers deel te doen en daar deze week wel, en toch? Liedjes ben aan het zingen of ja, zo. Ja, dan kom ik zo. Verkeerd. Heeft u Erik van den Burg nog aan de lijn gehad afgelopen dagen? Ik heb Erik vorige week vrijdag, na de val van het kabinet, heb ik hem, toen ik hem op televisie zag en zijn emoties zag, heb ik hem gelijk geappt om te zeggen van, ik zeg, nu ik jou heb gezien, nu word ik pas echt boos. Want ik voelde helemaal met hem mee. Nu ik het zeg, voel ik weer de rillingen komen. Hij reageerde er ook heel dankbaar op. Ik had echt met hem te doen. En ik snap dat, want hij, aan hem heeft het echt niet gelegen. Dat, maar zijn spreidingswet, heeft hij daar nog iets over gezegd? Nee, daar hebben we het inhoudelijk niet over gehad. Kijk, op dat moment overheerst natuurlijk ook een teleurstelling en verder gaan. Bovendien, ik ben er nog bij betrokken, maar ik zit natuurlijk nu niet meer rechtstreeks aan de tafels van de VNG en de veiligheidsraad hoe het verder gaat. Het is nu vooral ook een zaak van de VNG en ik steun iedereen, ook onze VNG-delegatie, om er toch nog wat van te maken. En dat geldt uiteraard ook voor de staatssecretaris. En hem herken ik wel, ook een bestuurder die zegt van ja, hoe moeilijk de omstandigheden ook zijn en wat er ook gebeurt en hoe mijn eigen achterban over denkt. Ik probeer er nog wel wat te maken. En weet u wat ik denk? Ja. Door een heleboel mensen, als het in november erop aankomt, dat toch in hun achterhoofd zullen houden. En, maar heeft de VVD hem niet gewoon laten vallen? Door nu te zeggen, die spreidingswet, we achter de kans klein dat hij nog behandeld wordt. Ja, dat moet hij hem zelf vragen. Maar ik denk dat hij zich wel eens dat er momenten zijn geweest dat hij zich gelukkig heeft gevoeld. De echte steun is het natuurlijk niet geweest. Nee, dat is evident. Nee.